Nou, ik ben Kelly Neese, ik ben docent en coördinator van de opleiding Healthy Living. En we zijn vandaag hier in Villa Flora. En daar zijn wij met de tweedejaarsstudenten van de opleiding hier aan de slag met een praktijkles. Binnen de opleiding leiden we de studenten op toekomstige professionals om innovatieve oplossingen te bedenken, om de gezondheid te bevorderen. En dat doen ze integraal om aandacht te besteden aan gezonde leefomgeving, voeding en ook gedrag. Vandaag zijn wij specifiek bezig met het onderdeel voeding. Studenten zijn eigenlijk aan het werk. Ze hebben zelf een concept bedacht voor een specifieke doelgroep. Parallel daaraan verzorg ik zelf ook een les sensoriek smaakonderzoek en daaraan gekoppeld een practicum. Nou ja, het doel van vandaag is om de studenten te laten experimenteren met het werken in de keuken en echt als productontwikkelaars aan de slag te laten gaan. En op dit moment zijn wij een project aan het doen om een gezondheidsinterventie in te richten voor thuiswonende 70-plussers in de gemeente Venlo. Hierbij gaan we focussen op het verminderen van eenzaamheid en op de inname van eiwit en het inname van vezels te verhogen. Het koekje wat normaal gesproken bij ouderen bij de koffie gedronken wordt, willen wij gezonder maken door het eiwitgehalte te verhogen en de vezelinname van dat koekje ook te verhogen, maar wel op een gezonde wijze. Het doel van de jaaropdracht is om de slaapkwaliteit bij nachtwerks en de zorg te bevorderen. Ik ben vandaag tijdens het practicum bezig geweest met het ontwikkelen van een koffievariant, maar dan zonder cafeïne. Vandaag ben ik achtergekomen tijdens het practicum dat de smaak iets beter kan. En dit willen we tijdens ons volgende practicum bereiken.